Yo mensen van School of Games, mijn naam is Jeon en vandaag ga ik... We gaan Pokémon Shield spelen en dan kiezen... Nu gaat hij iets een beetje over de game praten. En nu kunnen we ook Dynamax en dat betekent dat die Pokémon veel groter wordt dan normaal. En dan kan die speciale krachten. Ja, speciale krachten. Zijn krachten worden sterker. Pokémon Shield. Tada. En nu gaan wij beginnen. Als een groot noob. Oké. Dat is baby Snorlax. En waar ben ik? Ah, daar ben ik. Oké. Kijk naar een tablet of Pokédex. Oh ja. Hop is mijn vriend waar ik mee ga reizen. Even kijken. Oh, daar is blijkbaar mijn moeder. Is niet interessant. Zeg gewoon puur dat ze gaan beginnen met de reis en wat ze allemaal nodig hadden om te reizen. Nou, eigenlijk goed. Ja, en we moeten hoop gaan volgen. En dan hier. Oh ja. Ik ben mijn tas vergeten. Hier, yep, Ocean Fun State, Squid Games, dit en dat. Dat is mijn tas. Ey, en nu heb je de tas. En nu mag ik volgens mij wel gaan. Ja, instructies. Grappig feitje trouwens. Je ziet hier... Nintendo Switch en dan zie je twee kleuren, een bruine en een gele, en dat is toevallig wat ik ze allebei ook heb. Ik speel nu zo, maar je kan ook met een controller spelen. Ik heb ook editie van de Switch. Zo geinig om te zien. Leuke Easter egg. Oké. En nu ga ik naar buiten. Yes. Daar staat Hop op ons te wachten. Oké, ja. We moeten sowieso die hek breken volgens mij. En dat lukt niet. Wauw. Hey. Oké. Dat lukt blijkbaar niet. Hey, mag ik lopen? Yes, ik mag lopen. Ik moet volgens mij hier zijn. Want hier kan ik mijn Pokémon kiezen. Ik heb al van tevoren sport gespeeld, dus ik weet al een beetje wat ik moet doen. En natuurlijk is dat ook een voordeel voor jullie. Dan kan ik ook dingen uitleggen. Oh ja, nu zijn we bij het huis van Hop. De vriend waar we mee reizen. Hier. Yes. Oké, nu. Kunnen we nou naar buiten? Of?
Ja, we kunnen weer naar buiten. Als het goed is. En dan staat er op. Daar te wachten. Yes. Oh ja, daar voor ons. Oh ja, ik weet het weer. We moeten daarvoor zijn om. Om die champion die je net zag, Leon. Om hem te ontmoeten met zijn Charizard. Yes. Oh, wie zou er eerst zijn? Yes. Nu moet er daar zijn. Hey. Wacht, ik ga daar gewoon naartoe. Yolo. Ik heb toch geen Pokémon, dus ja, ik kan niet veel. Yes. En daar staat hij hoor. De beste Pokémon trainer van de wereld. Leon. Leon is back. En hij belooft om een goede battle te houden. Omdat iedereen kan kijken. Ja, en Hop zegt dat zijn Pokémon en hem de beste zijn. Nou, bedankt, Leon. Yes. Neem aan dat jullie ook een beetje Engels kunnen. Oké, okay, yes. Wat is die meneer? Oké, okay, weet dat je het half uur is. Dus dan. Oké, ja. Ja. Het ligt eraan. Zijn kerst is altijd wel sterk, maar als je een waterpokémon ervoor tegen doet, dan ja, dan kan hij niks. Dat kan hij niet veel. Zou ik zo zeggen. Ja, dat is een Charizard. Okay, yes. En hoop je het ook net zo zijn. Hey, jij kent mij ook. Oh, hij zegt dan dat Leon zegt dat zijn broertje Hop is. Maar ja. Oké, yes. En nu moeten we een Pokémon kiezen als het goed is. Oké. Okay. Hij gaat hele. Galar-regio gaat hij helemaal rond om de bed. Leon, ja. Of Lee, of wie heet. Yes. Oké, okay, Hop zegt dat Leon hem iets had beloofd om iets te geven. Oké, okay, ja, en nu gaan we 3 Pokémon kiezen, als het goed is. Hey. Spoiler alert. Oké. Dit is Crookie, die andere is Scorbunny en anders Swobble. Swobble, ja, Swobble. En dan moet ik 1 van deze 3 kiezen. Welke zou het zijn? Is wel een leuke introductie. Dan laat hij water voor. En dan gaat hij natuurlijk in de tak. Zo moet huilen. Oké, ja, 1 van die 3 moeten kiezen. Oké, en nu moeten wij kiezen als het is. Weet je wel. Welke gaan we kiezen, zegt hij. Ik weet deze keer welke ik ga kiezen.
Yes. Yes, wij mogen eerlijk zijn. Nou, bij Pokémon Sword die ik ook heb, had ik Sobble gekozen als water-Pokémon. Maar nu lijkt het me heel ironisch om hem nou weer te kiezen. Dus ik denk dat ik nou Scorbunny ga kiezen. Want Sobble is blauw en Pokémon Sword is ook blauw. En dan raak ik Scorbunny deze keer omdat Pokémon Shield rood is en dan is Scorbunny ook rood. Gewoon een ander Pokémon deze keer. Scorbunny is een vuurtype. Het wordt weer fire precision. Ja, ik wil die hebben. Yes. Ik heb Scorbunny gekozen. Nee. Je kan bij elk Pokémon die je vangt, kan je een bijnaam geven. En ja, nu heb ik Scorbunny, dus kan ik ook een bijnaam geven. Hey, box ouwe. Oké. Nu heb ik een Scorbunny. Oké, Krookie gaat de hop kiezen. Dat is wel grappig. Ik had bij Sword had ik Sobble gekozen. En toen had hij Scorbunny gekozen. En nu pak ik Scorbunny en pakt hij is Krookie. Maar ja, dat is wel handig voor mij. Ik kan hem nou zo makkelijk killen. Ik kan nou zo makkelijk verslaan met mijn Pokémon. Killen doen we niet bij Pokémon. We gaan ze alleen maar nog koud slaan. Dat doen we bij Pokémon. Sobble wordt niet gekozen. Ah, oh, dat is wel jammer. Kijk uit een andere sterke beginnende Pokémon. Yes, oké. Ja, nu gaan we hem eten. Ik wil nog één battle doen en dan wil ik de video nog afsluiten. We hebben eten. Yes. De volgende dag. Je hebt heel veel tijd verspild aan je vriend, Rob, zegt Leon. Oké, ja, we worden snel vrienden blijkbaar. En dus, we zijn nieuwe trainers. Ja, we zijn rivalen natuurlijk, omdat ja, we hebben allebei een ander Pokémon, Hop en wij, maar we zijn wel vrienden gewoon. En om elkaar te bellen wordt je Pokémon per level sterker. Dat probeert hij nou uit te leggen. Ja, als je uitdaagt, dan vecht je gewoon tegen elkaar. Je zet me naar Pokémon. Oké, ja, we gaan nou een gevecht houden als het goed is. Oké. Ja, is goed, ik gevecht wel tegen jou. Is toch een makkelijke battle? Dit is heel stom van hem, maar ja. Oh, hij is weer enthousiast, die hop. Oké, yes. De dood. Ons eerste battle. Wij moeten tegen hem Rookie en ik heb Scorbunny. Wat eitje. Maar hij gaat natuurlijk die schaap kiezen. Dat is een normal Pokémon als het goed is. Oké, ik weet niet wat voor. Het grappige is, ik weet niet wat voor aanval het ding heeft. Oh ja, de meest standaard aanval. Oké. Beam. Zo, dat deed veel aan damage. En dat doet ons veel minder damage. Maar ja, hij is ook. Wat doet dit? Ja, dat geeft hem een weerstand. Oh, attack veel.
Ja, hij krijgt nou een minder attack. Zo dus. Ja, zie je? Hij had eerst 3 aanval en nu heeft hij 1 aanval gedaan. Maar dat maakt niet uit. Nu kunnen we alleen maar tackelen. Wat is dit voor battle? Wauw. Maar hoe verder je gaat bij de regio, hoe beter dat is. Want ook, ja, dan krijg je meer aanvallen. Dat is natuurlijk veel vetter. Bam. Hey. En de schaap is dood. Zijn we XP hoger? En yes, we zijn nu level hoger. En we hebben Ember. Oh, dat is een standaard vuuraanval, als het goed is. En we hebben een Grookie en nu het eitje. En dit wordt echt makkelijk. Ember. Dit is sowieso niet strategisch. Zie je? Is nou effectief. Is effectief. Ja, hoe wil je zeggen? Hey, super veel effect nou, omdat Scorbunny vuur Pokémon is en vuur kan niet tegen gras. Want ja, als je een gras in de fik steekt, gaat hij ook gelijk dood. Zo moet je het bekijken, zeg maar. En nog een mini vlam. En we hebben een slagen. We zijn weer level omhoog. Wauw, dit is wel heel makkelijk. En we hebben 2 tegen 1 verslagen. Jee. Dat is wel een van de leukste dingen van Pokémon, vind ik zelf. Yes. Wat hij nou probeert te vertellen, precies, is dat een gym is en dan die gym moet je challengen en uitdagen. Als je die gym hebt uitgedaagd, dan ga je tegen die gym vechten, maar dan moet je en dan word je steeds op een gegeven moment veel sterker. En ja, en op een gegeven moment als je alle gyms hebt verslagen en dan die stadion, dan ga je naar het stadion. Als je het stadion ook al hebt verslagen, dan heb je de game soort van uitgespeeld. Dan heb je de story uitgespeeld. Maar heb je niet lang in alle Pokémon's. Ja, ik ben wel bereid voor voor de eerste gym hoor. Want ik weet namelijk wat de eerste gym is, als het goed is. Yes. Ja. Ja, is mooi. En Hop is weer enthousiast. En ja, we gaan weer verder. Mooi. Oh, die ding is. Nu is die, die schaap had die hek. Helemaal bij het begin had de schaap bij die hek. Hij had dat lopen botsen, maar nu is die hek eigenlijk open als het is. Ik weet niet zeker. Jup, hier dus. Ja. Als het is, gaan we er nou verder bij die door die hek, als het is. Dit is de eerste aflevering van Pokémon Shield. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie later. Doei!